Op de valreep van Boktober besloot Grols nog wat liefde deze kant op te sturen. Grols presenteert u de nieuwste telf uit de proeverijserie. Matige klok. Beetje jammer. Maar je kan niet altijd 6 gooien. Let's go. Zeker zo'n licht zoetig koffiekarakter in zich. En op de achtergrond een beetje zo'n malty slash karamel backbone, wat mij dan vaagjes aan een herfstbok doen, denk ik, maar niet heel sterk. Wat direct opvalt in de slok is een licht bitter karakter, wat wel snel plaats maakt voor het wat meer vluchtige van een herfstbok. Eerste slok, intens, fijn, verrassend, afdronk, mild en doordringbaar. Ik zeg, een geslaagd experiment. Mark,